Goedemorgen, het wordt vandaag een sombere, druilerige dagvlog. Ik ga vandaag lessen. Ik heb geen hulp op stal vandaag, dus ik laat even de rondje stal zien. Ik ben pas wat later gaan filmen. Ik loop ook echt in mijn oude kloffie. Zodat ik eerst eventjes kan mesten en de paarden erin en eruit en erin weer kan halen. Ik heb even gewacht totdat buiten wat lichter was met filmen. Anders krijg je zo van die hele blur dingen. Daar worden je ogen ook helemaal gek van. Dus het ochtendritueel is al geweest. En ik ga ze er nu uithalen. Hi Eve. Even kijken. We beginnen in het weekend vaak wat later. Maar ik nu, omdat ik alleen ben, iets eerder. En mijn lesklanten heb ik vandaag wat minder gehouden. Minder grote groep, omdat ik zelf ga lessen en toch de stal eventjes moet doen. Dus die heb ik ook wat opgeschoven naar later vandaag. Ik ga jullie gewoon meenemen. Zo, het gaat goed. En het ochtendritueel is al heel haastig gedaan. Honden eruit, paarden voeren, honden weer naar binnen. Alles al een beetje voorbereiden. Een kop thee pakken natuurlijk. Dus nou, ik hoop dat jullie het leuk vinden. En we gaan gewoon eens kijken wat deze dag de video gaat brengen. Dag. Het is nu bijna 2:30. Ik had vandaag natuurlijk, zoals ik zei, niet zo heel veel klantjes, omdat ik met mijn spetter weer ga lessen. Wacht even. Ja? Hoe wil je hebben? Uno momento. Hele discussie met mijn vader, want hij gaat het vrachtwagentje klaarzetten. Maar hij wilde hem anders dan dat ik hem... Jo, ik zie het wel, als ik er maar in kom. Maar met deze spetter ga ik dus weer lessen. Ik had om 10:30 mijn eerste les. Iets over 10:30 was ik klaar. Het is nu bijna 2:30. En de stal ziet er nu weer rommelig uit. Dat zag er spikkerspan uit. En alle spullen liggen al in het wagentje. Evita wilde na de in de paddock te zijn eigenlijk vrij snel weer naar binnen. Dus ik dacht, ook wordt hij vies, dan zet ik hem even buiten. Hij ging helemaal uit zijn pan. Echt. Nou, ik dacht, ik weet niet wat er is. Is er iets wat eng is of zo? Maar hij had het denk ik even nodig. Daar heb ik niet gefilmd, want mijn batterij was op. Top. Dus ik heb wat dingen met mijn telefoon opgenomen. En verder ben ik gewoon doorgegaan, anders red ik het niet. Kijk, even iets te trekken, bekken te trekken. Ik heb al heel lang niet meer gelest. Eigenlijk vanaf 10 december niet meer. Door alle druktes en alle dingen en weet ik het allemaal wat. Dus ik ga het weer helemaal oppakken. Maar ik vind je wel een beetje bedenkelijk kijken, Luc. Op dit moment, vandaag. Je weet het nog niet helemaal, hè? Nee.
Kijk hoe schattig en lief en leuk. Mijn lieve opa en oma zijn na heel lang niet meer bij de paarden geweest te zijn. Kom kijken. Dus die gaan nu ook naar huis. Zo. Woe. Oh, ik zie er al zo slecht uit vandaag. Dus we gaan even niet inzoomen. Maar ik ga de wagen starten. We gaan weer naar huis. Ik weet niet wat mijn moeder heeft opgenomen. Dus dat zie ik wel als ik ga editen. Maar het ging heel erg goed eigenlijk. Het was weer eventjes, nou niet wennen, maar ik moet zeggen, hij reageert al best wel zonder dat bij hem te zien is op paarden in de bak. Doet hij eigenlijk een beetje zo, een beetje macho. Gaat hij een beetje plakken. Dat gevoel heb je dan, maar je ziet het niet. Dus daar moesten we weer even een beetje aan wennen. Maar op het eind had ik hem echt. Dus het doel is een beetje, had ik al een beetje, maar het doel wordt wel om hem Z1 te starten. Voor even kijken. Ik wil eigenlijk eind februari een beetje proberen, maar ik vind het nog niet goed genoeg. Maar ik ben ook vaak wat te kritisch. Maar beter te kritisch, want dan valt het altijd mee op wedstrijd. Tenzij het eenmaal niet gaat natuurlijk. Doei! Dus we gaan nu naar huis toe. Het is, ik weet niet eens hoe laat het is. Oh, het is bijna 4:30. Dus let's go. Nog even een bezem en dan is het wagentje weer even schoon. Doen we altijd helemaal met een sopje en een dingetje. En daar even netjes alles schoon, zodat hij er weer als nieuw uitziet. Luc staat lekker gewassen op stal. Ik ga de laatste spulletjes gelukkig mijn moeder even helpen. Dat gaat allemaal net ietsje sneller. En dan ga ik eventjes naar mijn andere Luc. Naar baby Luc. Want die heb ik denk ik vandaag nog maar 5 minuutjes gezien. Dus dat gaan we morgen op zondag even allemaal lekker inhalen. En dan ga ik straks eventjes kijken wat hij aan het doen is. Dekentje gewisseld. Hij staat lekker op stal. Nog een beetje hooi aan het eten. En dan ga ik het hier zo afsluiten. Gaan we naar binnen. Naar mijn andere Luc. Goed gedaan hoor jongen. Doei. Doei. Tot zo. Dan ben ik er weer. Ja, dansen. Lekker binnen. Bobby. He, die hebben jullie denk ik ook al heel lang in de video's niet gezien. Onze wolvenbeer. Lekker met zijn haar. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ook al was het van alles wat. Kijk, daar komt hij aanschaven. En dan ga ik deze video gelijk afsluiten. Kom je ook nog even erbij, Luc? Kom eens. Lucie. He, met je bokkenpruik. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Wil jij nog wat zeggen? Ja. Oh, wat dan? Wat heb je gisteren met mama gedaan? Een ijsje gehaald, hè? Ja. Dat was leuk, hè? En wat zei je er toen? IJs. Zeg eens ijs. IJs. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En reageer onder deze video of je het leuk vindt, ja of nee. Doei.